Ja. Geen vuurwerk, geen champagne. Nee, focus op het NK. Ja, precies. Ja. Nou, nu denkt, denkt Sander van nou, dan ga ik zelf nog maar even wat rondjes rijden, want we gaan naar de bel toe. Ja. En ze trekt de tempo eventjes flink omhoog en we gaan de bel krijgen zo we meteen. We krijgen de bel. Kijk. Ja, Sanne in het hof. Is van en kom en dan... kijk eens even. Ja, Esther Kiel neemt het initiatief. Esther Kiel als eerste de laatste ronde in. Wow, met Tessa Snoek in haar. Tessa Snoek. En die moet op de tanden bijten om er strak achter te blijven. Dat 1-2'tje gaat maar heel erg lastig worden. Ja. Ze houdt hem hoor. Daar komt Marijke Groenewoud met een versnelling. En die komt er hard omheen. Als een raket kwam ze er overheen. Ja, en dan zien we daar... Zo! Ja, kijk eens eventjes. Tessa Snoek op de tweede plek. En Sophia Schilder pakt haar eerste podiumplek bij knap. De topdivisie. En Tessa, tweede, die juicht ook. Ja. Ja, ja, en Esther die heeft Kiel tot vierde. Ja. Esther Kiel die dan toch iets te vroeg op die kop gekomen is. Die stort er dan toch in. Ja. En die had wat missertjes. Ja, Else Mieke van Maren zien wij op de vijfde plek. Bente Kerkhoff geen 1-2'tje voor Albertijn Zaalander op een zesde plek. Nienke Smit op een zevende plek. En op een achtste plek Sanne in het hof. Dit is, herhaal ik nog maar een keertje officieus. Want het zijn transpondertijden. Bente Kerkhoff kwam er dan toch niet mee omheen. Nee.